Dit is de vijfde generatie van de Ford Focus. Hij is alweer op de helft van zijn leven en daarom heeft hij recentelijk een facelift gekregen. Er was een tijd dat Nissan een auto had om het tegen de Focus op te nemen. Met de Pulsar hopen de Japanners weer een plekje in het C-segment te kunnen veroveren. Maar of dat ook gaat lukken? Het is weer even wennen. Een Nissan in de Focus-klasse. Vroeger hadden de Japanners de Almera. Maar dat model vond maar weinig aftrek. Daarop bedachten ze een geheel eigen segment. Dat van de Qashqai. Die kruising tussen een terreinwagen en een gezinsauto werd een doorslaand succes. Maar ja, zo'n Qashqai kost minimaal 23.000 euro. En een Ford Focus heb je al voor net geen 19 mil. En dus begon het bij Nissan toch weer te kriebelen. Na een afwezigheid van 7 jaar keren de Japanners terug in het C-segment met een auto waar goed over is nagedacht. Bij Nissan weten ze zelf ook wel dat de Pulsar niet de meest sexy verschijning is. Maar zo is hij ook niet bedoeld. Wil je een ruime auto voor een scherpe prijs, dan kun je eigenlijk niet om de Pulsar heen. Met minimaal 385 en maximaal 1395 liter bagageruimte kent de Nissan in deze klasse zijn gelijken niet. En dat geldt zeker voor de ruimte op de achterbank, die net zo groot is als in een forse middenklasser. Goed, de Pulsar is dus ruim. Maar met een vanafprijs van 19.295 euro is het geen koopje. Een Ford Focus is goedkoper. Wat heeft de Nissan nog meer te bieden? Rust. De Nissan is opvallend stil van binnen. Bovendien stuurt en schakelt de auto ontzettend soepel. En al zijn airconditioning en cruise control ook nog eens bij de vanafprijs inbegrepen. Nissan gooit de laatste tijd hoge ogen met veiligheidsvoorzieningen als een dode hoekassistent en een systeem dat waarschuwt wanneer je jouw rijbaan verlaat of te dicht op je voorganger zit. De Japanners noemen dat hun safety shield en het is ook leverbaar op de Pulsar. Helaas voor Nissan is de Ford net zo goed met dit soort voorzieningen uitgerust. Sterker nog, de Focus gaat zelfs een stapje verder. In de Nissan hoor je alleen een geluid wanneer je je rijstrook dreigt te verlaten, maar de Ford grijpt daadwerkelijk in. Hij stuurt zelf de auto terug de juiste baan op. En dat is nog niet alles. Je kunt de Focus ook uitrusten met het zogenaamde Cross Traffic Alert. Daarbij waarschuwt de Ford voor naderende auto's wanneer je achteruit een parkeerplaats verlaat. Sturen als een scheermes deed de Focus al. En in dit exemplaar ligt ook nog eens een prijswinnende 3-cilinder benzinemotor. Die is niet alleen snel, maar ook heel erg zuinig. En nu hebben ze bij Ford ook nog het instrumentarium aangepakt. Vroeger zat dat vol knopjes. Maar nu is het allemaal een stuk overzichtelijker geworden. De Ford rijdt lekkerder en heeft een rijkere veiligheidsuitrusting. Maar als dat nou de belangrijkste verschillen zijn met de Nissan, dan hebben de Japanners het goed gedaan. Oké, de Pulsar wint dit vergelijk niet. Maar om na zoveel jaar afwezigheid meteen zo sterk terug te komen in het C-segment is een absolute prestatie. Wil je een ruime auto, dan is de Pulsar jouw wagen. En daarmee hebben de Japanners niet alleen een plek gecreëerd in het C-segment, ze hebben hun eigen plekje veroverd.